Goed, goedemorgen. Welkom allemaal op de IBOP in Warga. We hebben een klein groepje vandaag. Dus we hopen dat we wat kwaliteit in de baan hebben, dat we wat cijfers kunnen geven. Op verzoek ook in het Engels, dus warm welcome to the foreign viewers. We're going to see 12 horses today, so hope to see some good quality. We beginnen met de rijproef nummer 1, Vera van Sinada, wordt ons voorgesteld door Ludo van der Weijden. Ludo, wat ons betreft kun je beginnen met de proef. Succes. Thank you.
Dat was de proef van nummer 1, Vera van Sinada, voorgesteld door Ludo van der Weijden. Een jeugdig paard, een paard met een mooie houding, een paard met in alle drie de gangen veel trit en techniek. Een paard wat eigenlijk een compleet plaatje geeft zo in het bewegen. We zouden willen dat hij nog iets meer lichaamsgebruik zou tonen, maar het heeft ook te maken met een stukje kracht. En daarin kan hij iets makkelijker schakelen en verruimingen laten zien. Ik krijg vandaag de volgende cijfers. Stap een 7, draf 7,5, galop een 7, houding en balans 7,5, souplesse 7, schakelen 6,5, impuls een 7,5, komt daarmee op een totaalscore van 79 punten. Dan samengevat, this was the test of number 1, Vera van Sinada. Nice horse, good mover. We'd like to see some more use of the body, better extension in all three gates. A score of 79 points. Volgende combinatie in de baan is nummer 2, Fonsi S.A., voorgesteld door Benny van S. En Benny, wat ons betreft kun je beginnen. Succes. Thank you.
stap. Been aanwenden, 1, linkerhand. Been aanwenden, 1, linkerhand. We hebben gekeken naar proef van nummer 2, Fonsi SA, voorgesteld door Benny. Een paard met een mooie houding, ook fijn voorgesteld Benny. Het paard loopt makkelijk de proef door. Met name het stappen gaat het paard makkelijk af, daarin veel lichaamsgebruik. Draven kan hij van nature iets meer het achterbeen onder de massa plaatsen, maar schakelt daarentegen wel weer heel makkelijk. Galop is nog wat gehaast en wat groener, met name de rechterkant. Paard krijgt vandaag de volgende cijfers. Stap 7,5, draf een 7, galop een 6,5, houdingbalans 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls een 7. Komt daarmee op een totaalscore van 77 punten. De samenvatting. Good presentation, pretty horse, nice in the connection.
we'd like to see a little bit more engagement, good walk, counter Little Green, a score of 77 points. Is de volgende combinatie in de baan verschenen, dat is nummer 3 Wilhelmus van de Sintelwei, voorgesteld door Suzanne Wind. En Suzanne, wij zijn er klaar voor. Succes. Thank you.
tussen E en K overgaan arbeidsstap. KAF, maar de hals laten strekken. KAF, hals strekken. Bij F, teugels op maat. F, teugels op maat. F, X, G, wenden. F, X, G, wenden. Dus een X, F, G, hals houden. We hebben gekeken naar de proef van nummer 3, Wilhelmus van de Sintelwij. Ons voorgesteld door Suzanne Wind. Suzanne, fijn voorgesteld. Paard wat zich makkelijk presenteert zo. Paard loopt met name in het draven met veel veer en draagt zichzelf. Wat echt wel overtuigt. Schakelt makkelijk en heeft een iets neerwaarts gebouwd lichaam. Maar gebruikt dat lichaam wel heel goed. En hier en daar heeft hij nog wat spanning. Maar ja, we vinden zeker dat hij daar veel gemak in laat zien. Ook in het galopperen. Kan daarin dan stukken nog iets losser blijven. En iets meer bergop springen van nature. Alleen het stappen zou hij nog meer zijn lichaam kunnen gebruiken. Dat is vandaag wat afgepast. Zouden we iets meer rust in willen zien en meer ruimte. Krijgt vandaag de volgende cijfers. Stap een 6. Draf een 8,5. Galop een 7,5. Houdingbalans 7,5. Souplesse 7. Schakelen 7,5. Impuls een 8. En komt daarmee op een totaalscore van 81,5 punt. Samenvatting. This was the test of number 3. Wilhelmus van de Sintelwij. Great test. With, yeah, a lot of ease in the trot. Good self-carriage in the trot. Nice canter as well. Good technique. We'd like to see the canter a little bit looser and a little bit more uphill. The walk, we'd like to see a little bit more overtrack, a little bit more ease in the walk. The score is 81,5 points. Dan nummer 4, Eertske RV, wordt ons voorgesteld door Lisanne Veenje. Lisanne, als je zover bent, kun je beginnen met de proef. Succes. Thank you.
hebben we gekeken naar de verrichting van nummer 4, Eertske RV, voorgesteld door Lisanne Venje. Vriendelijk gereden, Lisanne, mooi op eigen benen. Met name het draven, fijn in balans en met een hele mooie voorhand, een mooi voorbeen. We galopperen met name linksom heel fijn, rechtsom nog iets meer aan het zoeken naar balans. Stap zouden we willen dat het paard iets actiever voorgesteld wordt, is wel correct en zuiver. Vandaag krijgt hij de volgende cijfers, stap 6,5, draf 7, galop 7,5, houding en balans 7,5, souplesse 7, schakelen 7, impuls een 7, komt daarmee op een totaalscore van 78 punten. This was the test of number 4, Eertske RV. Nice test, lots of ease in the movement. We would like to see some more activity in the walk. And in all three gates, a little more engagement, a little quicker in the hind leg, a score of 78 points. Is de volgende combinatie in de baan, dat is nummer 5, Ineke van het Jaagpaard, voorgesteld door Marcia de Vries. En Marcia, als je zover bent, wij zijn er klaar voor. Succes. Oh.
Dat was de proef van nummer 5, Ineke van het Jaagpaard, voorgesteld door Masha. Een paard met name een hele goede stap. Makkelijk in de houding, alleen lastig in de verbinding. Wij zouden met name in draf en galop willen zien dat het paard in het middenstuk meer mee zou doen en meer gesloten blijft en meer aan elkaar. Waarmee die, er ook meer makkelijker schakelen kan laten, kan laten zien dat het paard meer aan elkaar blijft en eigenlijk mooier gedragen gaat. We geven vandaag de volgende cijfers: stap een 8, draf een 7, galop een 7, houding en balans een 7, souplesse een 6,5, schakelen een 6, impuls een 7 en komt daarmee op een totaalscore van 77,5 punt. This was the test of number 5, Ineke van het Jaagpaard. Horse with a good walk. We would like to see some more engagement of the hind leg, a little quicker hind leg, and especially a little bit more ease in the connection, a little bit more together. She's got a really good walk, trot and canter, could be a little bit more more ease. She gets a score of 77,5. Is de volgende in de baan verschenen, dat is nummer 6, Lyrisch van Wopkes Gelok. Wordt ons voorgesteld door Jeanette Intema. En Jeanette, wij zijn zover. Succes met de proef. Thank you.
Dat was de proef van nummer 6, lyrisch van Bobkes Golok, voorgesteld door Jeanette Intema. Jeanette, vriendelijk voorgesteld, alleen zouden wij wel willen dat je hem iets mooier nog gesloten kunt houden. Hij werd zo hier en daar iets loperig. Aan het begin van de proef hield het paard zich nogal wat vast in het lijf, maar gedurende de proef kwam er wel meer ontspanning in het lijf. Het paard heeft een mooie voorhand in het draven, mooi voorbeen. Kan iets meer aan elkaar blijven. Schakelt daarentegen wel heel makkelijk. Ook in het stappen kan het paard iets meer door het lijf. Blijft dan soms iets danserig. Maar ook met meer ontspanning is die stap fijner. Het galopperen houdt het paard zich echt te veel vast vandaag om daarin hoog te scoren. Krijgt vandaag de volgende cijfers. Stap een 6,5. Draf een 7. Galop een 6. Houdingbalans 6,5, souplesse een 6, schakelen 6,5, impuls een 7. Komt daarmee op een totaalscore van 71,5 punt. This was the test of number 6, lyrisch van Wopke's Golok. Good presentation. We would like to see the horse a little bit more together. The horse was a little bit tensed in the beginning, but was looser and more relaxed during the test. The canter was too tight, but walk and trot was good enough. She gets a score of 71,5. Is het laatste paard voor de rijproef in de baan verschenen. Dat is nummer 7, Antje Lopke K. Wordt voorgesteld door Jantien Slingeland. Jantien, wat ons betreft kun je beginnen met de proef. Succes. Thank you.
Dit was de laatste proef onder het zadel. We hebben gekeken naar nummer 7, Antje Lopke K. Voorgesteld door Jantien Slingeland. Jantien, vriendelijk voorgesteld. Paard mooi in de aanleuning, mooi in de houding. Het is een grootramig paard. Alleen zouden wij willen dat hij in alles meer gesloten blijft. Eigenlijk in alle drie de gangen kan het paard wat meer lichaamsgebruik laten zien. Hij is wel correct in de takt. Stap was eerst iets gespannen, maar ja, werd eigenlijk steeds fijner. Maar ook daarin kan het paard meer ruimte maken en meer door het lichaam blijven stappen. En dat is ook in het galopperen, met name linksom. En in het schakelen, waar het paard gewoon te veel naar de voorhand blijft lopen nog. Krijgt vandaag de volgende cijfers. Stap een 6, draf een 6,5. Galop een 6,5. Houding en balans, met name vanwege de balans, te veel naar de voorhand, een 6,5. Souplesse, meer lichaamsgebruik, een 6. Schakelen, een 6. Impuls, een 7. Komt daarmee op een totaalscore van 70 punten. This was the test of number 7, Antje Lopke K. Horse with a nice front, nice connection, only for now too much on the forehand. We'd like to see more use of the body, easier in the extension, more engagement of the hind leg, that we could see more self-carriage and more ease in all three gates. We hebben een kleine pauze. We hebben een kleine pauze van... we zouden 9:55 verder gaan, maar ik weet niet, als iemand eerder klaar is, zijn wij klaar voor de start. En dan gaan we verder met de manproef hierna. Menproef. Beginnen we met nummer 9, die is in de baan verschenen. Dat is Else van der Klaai. Wordt ons voorgesteld door Sybren Minkema. Sybren, wat ons betreft kun je beginnen. Succes. Thank you.
Indra. KMA Indra tussen M en C. Kom op. Tussen M en C. Kom op. Dat was de proef van nummer 9, Else van der Klaai. Fijn voorgesteld, Sybren. Ondanks de spanning bleef je er mooi aan rijden. Kon je het mooi naar voren oplossen. Paard met heel veel houding en een hele mooie voorhand. En blijft ook ondanks de spanning goed te werken en goed in het ritme in alle drie de gangen. We zouden willen zien dat het achterbeen soms nog ietsje sneller blijft. Maar paard reageert wel goed op de hulp en... Ja, schakelt, maar kan daarin toch iets meer in balans blijven, iets meer gedragen. Maar het laat wel genoeg kwaliteit zien. Krijgt vandaag de volgende cijfers. Stap eraf, galop een 7. Houdingbalans 7,5. Souplesse 7,5. Schakelen 7. Impuls 7. En komt daarmee op een totaalscore van 78,5 punt. This was the first horse in the carriage test. Number 9, a horse with a real nice front, all three gates, good rhythm, although she was a little bit tense, nice to work, good in the connection. She gets a score of 78,5 points. Volgende deelnemer in de baan is nummer 10, Fardo van der Ridderdijk, voorgesteld door Udo de Haan. En Udo, als je zover bent... Kun je wat ons betreft beginnen met de proef. Succes!
Dat was de proef van nummer 10, Fardo van de Ridderdiek, voorgesteld door Udo de Haan. Apart met een lichtvoetige manier van bewegen. Wij zouden willen zien dat hij in alles wat sneller blijft in het achterbeen en zich wat meer kan dragen, drukt zich nog iets naar de voorhand. Dat is ook een kwestie van kracht. Heeft in het draven en in het galopperen wel een makkelijke techniek van lopen. Het stappen was aan het begin iets gespannen, daardoor wat breekbaar, maar later ging hij meer door het lijf en meer aansluiten. Was die stap ook beter te beoordelen. Krijgt vandaag de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 7, galop 7,5. Houdingbalans, ja, vanwege de mooie houding een 7. Ja, loopt makkelijk in balans, alleen we zouden willen dat hij nog meer naar boven blijft. Souplesse 7, schakelen 7, impuls een 7. En komt daarmee op een totaalscore van 77 punten. Well, this was the test of number 10, Fardo van de Ridderdiek. Horse with a nice technique, nice rhythm in the trot and the canter. A little bit tension in the walk in the beginning, was better in the end. We would like to see a little bit quicker hind leg, a little bit more self-carriage, a little bit more uphill tendency, and she gets a score of 77 today. Moeten we even wachten op het loswerken van de volgende. Zien we, als je zover bent, neem je tijd, dan zien we je wel verschijnen. In de baan verschenen nummer 11, Diana Hinke van de Mersken. Wordt gereden door Sybren Minkema. En Sybren, als je de baan hebt verkend, kun je beginnen met de proef.
Succes. Thank you.
Dat was de proef van nummer 11, Diana Hinke van de Merske. Fijn voorgesteld, Siebren. Paard mooi in balans, imponerend paard, mooie voorhand. We zouden willen dat hij nog iets sneller is in het achterbeen. Maar blijft wel zo mooi gedragen en schakelt makkelijk. In de verruiming kan het paard nog iets meer laten zien. Maar vertrekt wel weer makkelijk in de overgangen vanuit het achterbeen. En komt makkelijk terug uit de galop in de draf. Ja, laat daar wel veel natuurlijke aanleg zien. De stap was in het begin ietsje danserig, maar met meer ontspanning wordt de stap beter. Zouden willen dat hij daar nog meer door het lijf blijft en nog meer gaat schrijden. We geven vandaag de volgende cijfers. Stap een 6,5, draf een 7,5, galop een 8, houding balans een 8, souplesse 7,5, schakelen een 7, impuls een 7,5 en komt daarmee op een totaalscore van 82 punten. This was the test of number 11, Diana Hinke van de Mersken. An impressive horse, real nice canter, good in the trot. We would like to see a little bit quicker hind leg, a little bit tensed in the walk in the beginning, improved during the test. She gets a score of 82 points today. Door Udo. En dan zien we hem vanzelf verschijnen.
in de baan verschenen nummer 12. De laatste deelnemer aan de menproef. Dat is Marit, voorgesteld door Udo de Haan. En Udo, wat ons betreft kun je beginnen met de proef. Succes. Thank you.
Dat was de proef van de laatste deelnemer van vandaag, nummer 12, Marit. Een paard met een mooie houding, een paard dat zich ook goed laat werken. Hij heeft een lichtvoetige manier van bewegen. We zouden willen dat hij iets sneller is in het achterbeen en iets meer gesloten blijft in het middenstuk. Drukt zich nu soms wat te veel naar de voorhand. Maar blijft wel makkelijk schakelen zo onderweg. Als Udo daar een beetje aan sleutelt, zie je wel duidelijk de reactie vanuit het achterbeen. En blijft dat paard makkelijk in balans lopen. Dus dat is wel een positief punt. Galopperen, zeker wel techniek, maar ook daarin drukt het paard zich nog iets te veel naar de voorhand. Dus we willen gewoon in het totaalplaatje iets meer gesloten beeld, net iets mooier naar boven denken en een iets sneller achterbeen zien. Krijgt vandaag de volgende cijfers. Stap en draf een 7. Galop een 7,5. Houding en balans een 7. Souplesse 7. Schakelen 7. Impuls een 7. En komt daarmee op een totaalscore van 78 punten. This was the last horse in the test today, last carriage test. The mare has a nice front, good test, easy to work with. We would like to see a little bit more connection, a little bit more use of the body, quicker hind leg for higher scores, but she does good transitions. Has good technique in all three gates and gets a score of 78 points today. Ronden we het hiermee af. Meer deelnemers hebben we niet. Wij waren blij met kwaliteit. En ik hoop dat het thuis ook goed te volgen was. En bedankt allemaal.